Hallo allemaal. Dit is het probleem wat ik heb. Er staat hier update. Ik klik op update. Je bent helemaal klaar. Sluiten. En waarom kan ik niet spelen? Want update blijft branden. OneDrive is niet actief. Dit is Pandadome Pro, dus ik heb een betaalde versie. Ik heb nooit problemen gehad met Panda en de Sims 4. Sinds de update van de Sims 4 eerder deze week kan ik niet spelen. Ik heb zojuist alles weer gedeïnstalleerd, de Sims 4 opnieuw geïnstalleerd. Ik weet echt niet wat er aan de hand is. Ik word er helemaal gek van. Repareren heb ik ook al gedaan. Dat helpt ook niet. Ik zit er toch aan te denken om het spel maar voorgoed te verwijderen. Ik word er gek van.